Legergroen gecombineerd met dokterswit. Dat is sinds afgelopen week het beeld in het Zuiderland in Heerlen voor sommige patiënten wanneer er een verpleegkundige naast hun bed staat. In het ziekenhuis lopen nu een achttal militairen rond die momenteel vooral ingezet worden op de multidisciplinaire trauma-unit. Een afdeling waar bijvoorbeeld patiënten met een gebroken heup terechtkomen. Reageren patiënten dan nou op als ze iemand uit het leger zien? Nee, nog niet. Zoals je ziet, ik heb natuurlijk een witte jas aan. We proberen ook vanwege mogelijk dingen die ze in het verleden hebben meegemaakt, daar niet al te veel van te laten zien. Hè. We zijn er om hun te helpen. En het beste hoe dat we dat kunnen doen is gewoon in een wit pak zoals de rest. Wat kunnen jullie allemaal bieden hier in het ziekenhuis? Voornamelijk handjes, kennis, kracht. Ik ben een gediplomeerd verpleegkundige, dus ik kan in principe dezelfde taken verrichten als alle andere verpleegkundigen hier. Echter, ik ben hier natuurlijk niet bekend, dus de procedures, hoe dat ze hier lopen, het systeem waarmee ze werken. Wij leveren voornamelijk de ondersteuning aan de verpleging die hier normaal vastwerkt. Hoe hard is het nodig dat het leger komt helpen hier in het Zuiderland? Ja, best hard. We hebben vanaf oktober, toen de nieuwe COVID-golf kwam, zijn we al flink aan de bak gegaan om extra personeel binnen te halen. Het Rode Kruis hebben we gebeld om ook een ondersteuning te bieden. Maar uiteindelijk was het toch ook noodzakelijk om Defensie erbij te vragen. Dat is echt wel een beetje de laatste stap die je als ziekenhuis doet. Hebben jullie enig idee hoe lang jullie hier in de ziekenhuizen gaan werken? Nee, dat is eigenlijk iets wat constant heroverwogen wordt. En wij proberen daar zo goed mogelijk op in te springen.